Dirk, ik verwachtte een winkel, maar eigenlijk krijg ik er een hele fabriek bij. Dat klopt, ja. Dus wij zijn Belgisch fabrikant van boxsprings. Ook zetels die er sinds maart zijn bijgekomen, ja. En dressings. Ja. Maar dus eigenlijk wel meer gespecialiseerd in de betere bergen, dus in de boxsprings. De klant kan hier ook alles kiezen qua afwerking, kleuren en geuren. Lederlook, lederen, stoffen, het binneninterieur. Dus alles wordt echt op maat gemaakt hier. En krijg je dan soms van die hele rare vragen? We krijgen zeer rare vragen. We hebben onder andere een vraag gekregen van iemand voor een borduursel op een bed te zetten, die dat gepassioneerd was door bloemen. Ja. We hebben ooit een bed gemaakt met Swarovski-kristallen, meerdere eigenlijk al. En, ook eentje met de echte diamant. Maar dat is niet voor de gewone sterveling natuurlijk. Nee, dat klopt. We maken dus ook voor de gewone sterveling ook gewone werk, zal ik zo zeggen. Dus voor ieder budget is er eigenlijk een bed mogelijk eigenlijk tot productie hier. Ja. Dirk, een boxspring helemaal hip en hot, maar kan je eens uitleggen wat is het nu precies? Wel, een boxspring, heel simplistisch uitgelegd, dat is eigenlijk een onderbouw, dus een bak zoals wij dat noemen, met binnenveringssystemen in en daar ligt een binnenveringsmatras bovenop. En eigenlijk het effect van de veer in de bak en de veer in de matras gaat eigenlijk een goede kwaliteit geven aan de ondersteuning van rug- en nekwervel. Jullie gebruiken alleen natuurlijke producten? Wij gebruiken alleen natuurlijke producten. Ja. Dus bij ons zit er niets van synthetisch materiaal in verwerkt. Dus al onze producten zijn echt kwalitatief op hoogstaand niveau en puur natuurlijk. Waarom alleen natuurlijke materialen? Omdat die ook zeer belangrijk zijn en bepalend zijn voor de ventilatie, zoals ik net zei. Omdat de mens transpireert. Dus het vocht dat eigenlijk verloren wordt tijdens de nachtrust, hetgeen dat ook in het bed verwerkt wordt of terechtkomt, moet eruit. En dat kunnen alleen natuurmaterialen. Zelfs als je geen bed van hier hebt, kan het wel zijn dat we al eens in een bed van jou hebben geslapen? Hè? Dat zou kunnen, omdat wij ook vrij hard gespecialiseerd zijn in projecten. Dus met projecten bedoel ik de betere hotels. We hebben er hier in België alleen nog maar toch enkele grote gedaan, zoals onder andere het Maartens Patershof in Mechelen, het Kloosterhotel in Leuven, het Kasteel van Jodonje, Maartens Oudbrugge en zo verder. Ja. Mensen kunnen ook hier effectief in de fabriek komen kijken. Hè? Wel, een paar maal per jaar kondigen wij dat ook aan. Dan doen we open deurdagen, dat dus de particulier, zal ik maar zeggen, hier ook in het fabriek terecht kan. Kan je ook de productie soms bekijken, kan je ook zien eigenlijk hoe dat een boxspring vervaardigd wordt of gemaakt wordt. En kan je ook zijn eigen boxspring gaan samenstellen. Heb jij zelf een goed bed? Ik heb zelf een goed bed. Kan dat zo na een tijd beginnen piepen en kraken, zo'n goede boxspring? Normaal als het goed geconstrueerd is niet, maar ik zou zeggen, iemand die dat eraan twijfelt mag er altijd komen uitproberen. Ja, maar dat is goed, daar houden we aan. Dankjewel. Bezoek nu Salus tijdens hun open deurdagen. Salus, puur Belgisch maatwerk uit Mechelen.